Jarenlang weigerde hij inzage te geven, maar vandaag besloot de Haagse burgemeester Van Aartsen alsnog een lijst te publiceren met daarop de meest asociale diplomaten die er rondrijden in de Hofstad. Fout parkeren, te hard rijden en schaamteloos het rode licht negeren. Diplomaten komen er dankzij hun diplomatieke onschendbaarheid nog ongestraft mee weg. Russische diplomaten spannen de kroon, gevolgd door hun onschendbare collega's van China en Azerbeidzjan. Vorige week waren we al even in Den Haag om de diplomaten te confronteren met hun gedrag. Maar vandaag bleek dat dit nog altijd weinig effect heeft gesorteerd. Vorige week hebben we u laten zien dat diplomaten lak hebben aan de Nederlandse verkeersregels. Zouden ze iets van onze uitzending hebben opgestoken? Oké, deze man die gaat gewoon dik door rood. Kijk, hij gaat weer door rood. Kijk, let maar op. You ran two red lights. Why? Two red lights. This is not a banana republic here. We have rules. You know what rules are? Why do you drive through the red light? You know how dangerous that is? Do you even care? Do you care, sir? No. Excuse me, sir. Hello. You know that you're not allowed to park the car here. We spoke last week. Hey, waarom sta je hier? Je mag hier niet staan. Als ik mijn raam dicht doe, dan blijven we er gewoon vanaf, ja? Je mag hier niet staan. Waarom staat u? Je bent van de Verenigde Naties. Maak jij dat uit? Oh, wacht even. De diplomatieke onschendbaarheid. Uitkijken. Gaat u me nou lopen dreigen? Gewoon van die auto afblijven. Gaat u me nou lopen dreigen? Gewoon van die auto afblijven. U mag hier niet staan. Waarom doet u dat? Jij mag hier ook niet staan. Oh nee? Van wie niet? Deze regels gelden voor alles en iedereen. Ook voor u. Jij bent knap vervelend. Weet je dat? Nou, uit mijn buurt. Hallo, blijf van me af. Wegwezen nou. Nee, dat... Er is geen bananenrepubliek hier. U moet de regels wel even naleven, meneer. Hallo. Voor extreme gevallen hebben we natuurlijk extreme oplossingen. Als je de auto verkeerd parkeert, krijg je gewoon een wielklem omheen. I wouldn't do that if I were you. You cannot drive away. Yeah, you're right. You know that you're not allowed to park the car here, right? No, I didn't. Yes, you do. You want me to remove this for you? Because I put it on your wheel, actually. Russia is the number one country here in Holland who shits on the Dutch rules. Why? I don't know. When you guys get fines, you don't pay them. You destroy the fines. Why? I don't think that we don't respect your rules. Well, why don't you pay the fines then? I can't answer you. Excuse me, I have to go. De politie is gearriveerd. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Hey, kunnen we even praten? Ja, tuurlijk. Ja? Je filmt ook tegelijk? Ik film ook alles tegelijk. Oh, dat is leuk, joh. Ja, toch? Dankjewel. Krijgen deze mensen nu geen bekeuring dan omdat ze hier de hele tijd staan? Ik waarschuw altijd van tevoren. Ik waarschuw altijd van tevoren. Ik word nooit gewaarschuwd. Ik krijg meteen een bekeuring. Ik heb nog nooit tegengekomen. Wij gaan dit nu oplossen en het probleem van de wielklem, niet helemaal handig. Maar dat, we gaan nu, net als ieder voertuig wat bij een gele onderbroken streep staat of doorbroken streep, gaan we dat oplossen. Goed, we zijn terug.